Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 2 december en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik zit in een donker huis, want het is weer een donker dagje. Ik vraag me ook af hoeveel graden het is. Ik ga het even nakijken, want dat vind ik altijd wel even fijn om te weten. Als mijn telefoon even meewerkt. Het is 6 graden. Oké. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb het perfecte plaatje gekeken en Bert van Leeuwen moest hij dit keer uit en Stefano was met hakken over de sloot was hij door. Dus ik was even bang dat hij eruit zou liggen en ik vind dat hij het programma toch ook wel maakt omdat hij toch wel een hele excentrieke eigenschap heeft hoe hij toch alles zelf een beetje... Ja, verteld en zo. Het is heel bizar soms, maar dat ik denk van ja, ik vind je eigenlijk toch wel grappig. Dus nu zijn er nog 3 mensen over, dus het is hierna nog 2 keer en dan is het ook klaar. Verder heb ik naar Ajax gekeken, die hebben helaas verloren. Het is op zich niet heel erg, maar het is wel jammer natuurlijk. Ik heb You gekeken, de laatste aflevering. Vond ik een beetje vaag. Ik heb wel het idee dat er een seizoen 3 komt. Ik heb volgens mij ook gelezen, voordat ik die hele serie ging kijken, dat er ook wel een aankondiging van is gedaan. Maar ik weet het niet meer 100% zeker. Daarnaast, het einde was een beetje vaag. Ik kreeg er niet helemaal een hoogte van. Dus dat was een beetje apart. Maar het was wel een hele spannende aflevering. Ik heb Rex gekeken. Ik weet trouwens ook al welke serie ik vanavond wil gaan kijken, maar ik weet even de naam niet. Dus dat ga ik je dan morgen vertellen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 1 nieuwe foto maken, want die was niet helemaal mooi geworden. En ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb dit even met iMovie gedaan, want het programma wat Nathalie heeft kreeg ik niet binnen. Die had ik ook niet meer en dat Final Cut Pro, dat deed het gewoon niet. Dus ik heb het nu even anders gedaan. Dus de vlog zal qua vormgeving iets anders zijn dan dat je van mij gewend bent. Maar hij is wel gewoon af. Dus ik probeer hem gewoon weer op te pakken zoals ik hem altijd had. Maar het was gewoon eventjes een beetje moeilijk door die update van de laptop. Dus dat. Ik ga zo aan de schoonmaak. En daarna wil ik alvast wat aan de kerstversiering doen. Ik wil dit eigenlijk vrijdag gaan doen. Maar omdat Nathalie vrijdag komt, weet ik niet of ik eraan toe kom. En ik weet niet hoe laat ze komt en hoe lang of dat ze blijft. Maar dan kan ik in ieder geval alvast de boom opzetten. Dit was echt een hele moeilijke zin voor mij. En alvast de lampjes erin doen, want dan weet ik ook gelijk of die het nog doen. En dan kan ik kijken of ik al ga versieren of dat ik dat lekker vrijdag ga doen. Weet je, het geeft ook niet, dat doe ik de 2 dagen over. En ik wil alvast mijn ster ophangen en eventjes een trappetje neerzetten. Dus in ieder geval alvast even wat gezelligheid in huis. Trouwens, GTSD, Ludo is eindelijk terug. Nou ja, terug. We hebben gezien dat hij nog leeft. Laat ik het daarop houden. En ik las net ook dat Judith er bijna uitgaat. En dat vind ik heel fijn, want ik ben die vrouw zo intens zat. Echt niet normaal. Maar goed, ik ga even een muziekje aangooien. Dat werkt gewoon beter met schoonmaken. En dan ga ik even wat doen. Het was trouwens nog heel grappig, want ik had Nathalie gisteren op de app. Wij hebben nu loodjes getrokken voor kerst. En toen zei ze tegen mij, ja, weet je al wat je gaat vragen? Want er waren dus al 2 die hadden al cadeautjes doorgegeven. Ik zeg, nou, ik heb geen idee. Toen stuurde zij een cadeautje van, ja, dit is wel wat voor jou. Ik zeg, hey, dit ga ik vragen. Dat was een kwastenreiniger. Ik heb het plaatje nog, ik kan wel even opzoeken. En ik weet dat die dingen bestaan en die hebben ze normaal van een heel duur merk. En dan zeg ik niet van, ja, ik ga dit kopen of zo. Kijk. Dit is een 2-in-1 make-up brush cleaner. Dus die wil ik gaan vragen. Volgens mij komt hij niet echt lekker over omdat hij zo donker is. Maar Nathalie wist nog niks. En ze vroeg al, heb je nog iets voor me bedacht? Ik zeg nee. Want ik weet het ook niet. En zij moet ook nog cadeautjes verzinnen voor bij haar schoonfamilie. Dus ja, dat is altijd een beetje lastig. Maar goed. Ik ga een muziekje aanzetten. Dan ga ik even wat doen. En zet ik jullie erbij als ik wat met de kerstboom ga doen. Mickey, wil je ophouden alsjeblieft? Want dat lijkt me goed. Lijkt me een keer leuker. Dus een keer wat anders dan altijd maar weer die schoonmaak. Dus tijd om wat te gaan doen.
paar uur verder en ik ben klaar. De woonkamer is helemaal af en alle kerstspullen staan al. Nou, niet alles. Ik wil nog even in een andere doos kijken, maar dat doe ik van de week even. Ik had nu niet zo heel veel zin meer. Ik ben niet helemaal tevreden, want ik zal het je zo laten zien. Kijk, ik heb altijd zo'n neiging bij mij. De piek reveal niet. Die staat altijd scheef. Dus ik moet even kijken dat ik die recht nog ga krijgen. Dat moet ik nog even Nathalie vragen. Maar dit is de boom. Ik vind hem wel weer heel mooi geworden. Dan heb ik hier zeg maar een... hoe noem je dit ook alweer? Een trapje. Ja, en deze ster. Maar deze ster die hangt altijd zo. Die wil nooit recht. Dat is echt... Hij beweegt altijd alle kanten op. En nooit de goede. Maar op zich vind ik het wel weer heel leuk. Ook zo vanaf daar de kerstboom. Dus ik ben wel blij. Ja, weet je. Ik dacht, ja, nu ben ik toch bezig. Als het nog vroeg, dan kan ik het net zo goed afmaken. Ik film even mijn telefoon verder, want mijn camera is leeg. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen, want ik ben nu wel zat. Maar ik ben wel weer blij dat het staat. Maar ik zal even vrijdag vragen aan Nathalie voor die piek. En misschien weet zij nog een optie voor die ster. Dus dat. Vanavond kijk ik Bureau 040 en daarna kijk ik 4 handen op 1 buik terug. Ik ga de vlog uploaden. Ik moet nog een thumbnail maken en ik moet die foto nog maken. Nou, dat kan straks nog wel, dat geeft niet. Dus dat moet ik dan nog even verder afbewerken en dan ga ik artikel online zetten. Vanavond dus een nieuwe Netflix-serie. Het is een Vlaamse serie waar ook 2 mensen hebben ingespeeld van het 2e seizoen van Undercover. Dus dat weet ik als enige. Ik weet alleen even de naam niet. Ik moet zeggen, mijn nagellak is nog best wel mooi gebleven ondanks de kerstdingen ophangen. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ja, dat is verder mijn planning. In ieder geval lekker weer GTS vanavond. Straks even lekker eten en douchen. En dan ga ik de bank op. Maar ik ben toch wel weer blij dat het nu toch al wel staat. Ik ben eigenlijk wel vroeger dan ik had gepland. Want ik wilde het eigenlijk vrijdag pas doen. Maar ja, dan ben je bezig. Dan denk je, nou laat ik het maar afmaken. En ach, iedereen is nu vroeg in verband met corona. Dus wat maakt het uit? Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik zal morgen niet heel veel vloggen. Maar daar vertel ik je morgen even wat meer over wat er op de planning staat. Ik ga nu lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 3 december. Ik heb een haartje in mijn mond en ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Ik heb Bureau 040 gekeken. Was wel heel spannend. Daarna heb ik 4 handen op 1 buik teruggekeken. Vond ik een beetje bijzonder. Was een koppeltje die... Die jongen die was eigenlijk al, die zat te twijfelen tussen dat meisje en die ex. Het was een periode geweest. Hij had ook al een kindje uit een eerdere relatie. Het zat allemaal in ieder geval niet helemaal goed. Nou ja, uiteindelijk kregen ze dan een kindje. Maar ik had er wel gelezen dat heel veel mensen over hun waren gevallen. Maar ik snapte het op zich wel waarom ze dat hadden gedaan. Het was allemaal een beetje vreemd. Daarna heb ik gekeken... Nee, niks meer. Eigenlijk. Oh ja, even nog een stukje commando's heb ik afgekeken. Ik heb intussen de thumbnail gemaakt en mijn artikel geschreven. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart en dat is Eigen Kweek. Dat is een Vlaamse serie. In eerste instantie, ik kan er niet heel veel zeggen waar het over gaat. Maar in eerste instantie gaat het over een man die aardappels heeft gekweekt. En daar is hij goed mee binnengekomen. Toen heeft hij geïnvesteerd in iets wat zijn neef had opgezet. Die werkte bij een bank. Daar heeft hij geld in geïnvesteerd. Toen zei hij ook tegen zijn zoon, dat moet je ook doen. En, want anders doe je toch niks met je geld. Dus die zoon heeft ook geïnvesteerd. En dan 8 maanden later blijkt dat die neef met al dat geld er vandoor is gegaan. Die heeft die bank bestolen. Die zit dan ook in de gevangenis. En dat geld wat zijn oom en zijn neef hebben ingelegd, dat heeft hij nooit naar de bank gebracht. Omdat het anders op ging vallen dat hij geld verduisterde. Dus nu hebben ze helemaal geen geld meer. En nu wil die vader, die wil wiet gaan kweken. Het grappige is dat er 2 spelers in zitten die in het 2e seizoen van Undercover zaten. Dat zijn de Bergers. Dat vond ik wel leuk. Je herkent ze bijna niet. Ik hoor het dan aan de stem. Maar ze zijn heel anders hier. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Daarna heb ik Rex gekeken. Dus dat was verder mijn avond. Ik ga nu nog even stofzuigen en de flessen bij elkaar rapen. Ik ga om 2:30 boodschappen doen. Daarna heb ik de afsluiting van mijn therapie. Dat is dan klaar en daarna ga ik even naar de action. Dus dat is de planning. Ik heb mijn outfit aan. Let niet op de sloffen, want ik heb nog geen schoenen aan. Ik kan het wel even laten zien, want ik heb mijn nieuwe rokje aan. Die ik bij de Sterstal heb gekocht. Het is een, ja, het is eigenlijk een soort van, ik ben altijd weer de naam kwijt hoe dat heet.
Het is een... ja, zo'n rokje wat je vaak bij secretaresses ziet. Een kokerrok is het. En dan dit, gewoon dat nieuwe blouseje. Die heb ik er dan mee in. Het ziet er nu niet zo mooi uit. Het moet straks nog even strakker. Maar ik vind het wel heel leuk staan. Zo, dus dat heb ik aan. Ik moet alleen dus nog even schoenen pakken. Maar zometeen even stofzuigen. En dan ga ik om 2:30 weg. Kerstboom is gelukkig heel gebleven vannacht. Dus toch altijd eventjes een dingetje als je in bed ligt. Want je hoort de katten dan wel bij die kerstboom klieren. En dan denk ik, oh, als het maar goed gaat. Maar het is goed gegaan. Dus ja, dat was dat. Ik ga nu even stofzuigen en mijn spullen verder klaarmaken. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Ik kan vandaag verder niet vloggen. Maar dat had ik al een beetje gezegd gisteren. Dus dat gaan we nu maar eventjes doen. En dan zie ik jullie later weer. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Het is 5:30 bijna. Ja, ik ben even naar de Action geweest natuurlijk en zo. En ik heb wel wat dingetjes gehaald, dus daar komt nog een shoplog van. Maar goed, wat heb ik verder? Ja, therapie was ook goed, heel afgerond. Ik kreeg toch nog een bakje koffie, want er stond eigenlijk dat je eigen drinken mee moest nemen. Dat wist ik niet. Als ik dat had geweten, had ik dat wel gedaan. Want ik had best wel dorst. Maar goed, dat wist ik dus niet van tevoren. En uiteindelijk heb ik gewoon nog wel... daar koffie gekregen, dat was wel heel lekker. Lekker cappuccino. Ja, we hebben het nu afgerond, maar het is wel gek omdat het corona is. En ja, normaal geef ik haar dan even een hand natuurlijk en nu ook niet. Maar ja, dat is nu klaar. Ik hoef daar niet meer heen. Dus ja, als er wat is, ik mag haar altijd nog een mailtje sturen of zo. Maar ik hoef er verder. Qua therapie is het nu afgerond. Ik heb boodschappen gedaan. Ik zal jullie zo even de spullen laten zien. Ik laat wel even 2 dingetjes van de Action zien, want die heb ik voor Frank en Nathalie gekocht. Moet ik nog even inpakken, want nadat ik morgen dat ophalen voor Sinterklaas. Ze hadden niet wat ik wilde hebben, want ik wilde voor Nathalie eigenlijk van die wegwerp wattenschijfjes hebben. Wegwerp, nee, van die wasbare wattenschijfjes. En voor Frank wilde ik heel graag iets met een pingwing. Frank heeft een andere auto gekocht. Toen dacht ik, oh, dat is misschien wel leuk, een pingwing sleutel hangen, want Frank houdt heel erg van pingwings. Dat was gewoon eventjes een fun cadeautje dan, maar ja, ze hadden niks. En ik werd een beetje gek, want het was ook super druk. Maar ik zal even de tassen van de boodschappen pakken. Even hierin schuiven, dan kan ik het zo gelijk opruimen. Dan kan ik daarna lekker douchen. Ik was nog even naar de Albert Heijn geweest, want ik wilde heel graag, hadden ik dat weer niet. Want ik was ook soepstengels vergeten, want ik eet straks een soepje. Toen dacht ik, oh, dan kan ik daar nog even kijken voor de espresso koffie voor de machine. Maar die voor mijn Senseo, maar die waren bij de Plus best wel duur, dus die heb ik niet gehaald. En bij Albert Heijn ben ik het vergeten, omdat het eigenlijk nooit komt. Dus ik haal dat even uit. En dan zal ik het even laten zien. Ik zal hem even omdraaien. Zak patat dus. En de soepstengels, wat doe je wel? Niet hier nog bij Albert Heijn trouwens. Hier zit verder niets in. Ik had gratis chips van de Lidl, want dat is met die spaarweken, had ik nu gratis chips. Ik heb weer spekjes gehaald, weer slavinken. Voor maandag heb ik dan deze, de Haribo Vers weer. En ik heb nog het rokje ook nog meegenomen in blauw, want hij was nu nog maar 3,50 €. Hij was nu met korting, dus die heb ik ook nog even meegenomen. Die vond ik wel heel erg leuk. Bij de Plus heb ik... badlakens meegenomen, want die waren nu ook allemaal in de aanbieding. Dus ik heb een witte, een roze en een blauwe. Dat is ook wel lekker met na het douchen dat je een iets grotere handdoek hebt. Aardappelschijfjes. Chocomelk. Hier zo'n melkding voor de opschuimer. Die andere is nog niet leeg, maar dan heb ik er gewoon weer eentje staan. Even de bakboter. De aardappelschijfjes. De boontjes en chocoladeletters. Ik dacht vanavond heb ik een soepje, dus dan kan ik altijd als ik nog honger heb een chocoladeletter eten. Voor mezelf heb ik het een pure, heb ik er ook even zaterdagavond op Sinterklaasavond. Voor Frank heb ik maar een V'tje en voor Nathalie wel een N'tje gedaan, want ze hadden niet echt de letters meer, dus dat was wel jammer. Ik zal eventjes die cadeautjes nog van Nathalie en Frank opzoeken. Als dat een beetje lukt natuurlijk, want ik heb het natuurlijk allemaal weer niet echt heel handig ingepakt of zo. Zullen we even zien. En wat spullen eruit halen. Frank heb ik hem al. Oh, ik vanavond weer in hier.
is. Kom dit weer terug. Deze foto komt denk ik pas online. Ik denk pas het nieuwe jaar. Want ik zit al zo vol met video's. Maar dan kan ik hem in ieder geval wel vast opruimen. Ik heb voor Frank maar sportsokken gekocht. Deze van Umbro. Want ja, ik wist het gewoon echt niet wat ik voor hem moest halen. Dus mijn sportsokken. En voor Nathalie heb ik dit storagebokje met een boxje met een. Daar kan ze wat make-up in zetten. Er zit een spiegeltje in van bamboe. Dus dat zijn de Sinterklaas cadeautjes. Dus ik ga zo even de boodschappen opruimen. Ga ik daarna lekker douchen. Straks even soep maken. Ik moet ook zeggen, ik heb niet echt heel veel trek. Dus ik ben wel blij dat ik niet echt een sterke maaltijd heb. En vanavond kijk ik eventjes 100 jaar jong terug. Ik wil alvast wat aan de video gaan doen voor zaterdag. En verder heb ik op de planning Meester Frank Visser om te kijken. Ik ga vanavond weer kijken naar die Netflix-serie. Dan ben ik weer even die naam kwijt. Ik ga even kijken of ik het kan vinden hoor, want dit is heel vervelend. Want ik heb gisteren wel het een en het ander er ook van opgezocht. Even kijken hoor. Serie Vlaams. Eigen kweek ga ik weer kijken. En verder heb ik vanavond klem. Laatste aflevering. Heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Morgen komt Nathalie. Dus dan wordt dat ook nog wel even leuk. Misschien dat we samen nog iets kunnen vloggen. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of Lente meekomt. Maar dat zal ik morgen allemaal zien. Dus ik ga zo even boven de soepspullen pakken. En dan ga ik mijn spullen dit opruimen. En dan ga ik vanavond nog even die Sinterklaas cadeautjes inpakken. En dan ben ik weer helemaal rond. Dus ik zou dan bij deze ook zeggen. Ik zie jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 4 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een nieuwe lipstick op die ik aan het testen ben. Ik heb een nieuwe ooglook gemaakt en een nieuwe fixing spray. Maar ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Maar dat zullen we de rest van de dag meemaken. Nathalie en Frank die komen zo gezellig. Dus ik moet zo even hier wat opruimen. Ik ga alvast even proberen of ik de groenten af kan halen. Misschien nog even kijken of de was al droog is. Want ik moet heel nodig een nieuwe was aanzetten. Maar ik had net alweer wat doms. Want ik bedacht me ineens. Ik heb geen wc-papier gekocht gisteren. En ik heb nog wel wat rollen. Maar ik vind het toch altijd prettig om dat in huis te hebben. Dus ik had gauw Nathalie gebeld met de vraag. Oh, zouden jullie alsjeblieft de wc-papier even voor mij willen aanhalen ergens? Of dat kon. Nou, dat kon, want ze waren toevallig net in het centrum. En toen zei ze, wat wil je hebben? Ik zeg, nou ja, het liefst wel veel rollen en dan niet zo heel duur. Nou, ze zei, ik ga wel even kijken. Ik zeg, ik weet natuurlijk niet waar je heen gaat. En nu had ze bij het kruid wat eventjes wat gevonden. Maar dat zijn van die dingen. En dan merk ik toch wel weer dat ik meer met lijstjes moet gaan werken. En ik was ook van plan om een boodschappenlijstje te maken. En dat schiet er dan toch weer bij in. Maar goed, nu kwam het natuurlijk heel mooi uit dat Nathalie en Frank straks komen. En ik bedacht me net nog iets doen. Dus ik heb voor Lente geen kerstcadeautje gekocht. En het duurt natuurlijk nog even tot kerst. Maar ik had wat heel leuks in gedachten bij de Action. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, de Action waar ik was heeft niet een hele grote speelgoedafdeling. Dan denk je misschien speelgoed. Nou, hetgene wat ik wilde hebben behoorde tot de speelgoedafdeling. Lente kan natuurlijk nog helemaal niet spelen. Nou ja, kan niet spelen. Ze kan best al een beetje spelen. Want ik kreeg woensdag ook weer zo'n gigantisch leuk filmpje. Dat ze met een bal aan het spelen was. En het is zo'n wijsneusje. En ik mag haar straks heerlijk gaan knuffelen. Want ik ga er nooit standaard van uit als ik Nathalie en Lente zie. En dit keer ook Frank, wat heel leuk is. Dat ik haar kan vasthouden. Omdat Lente wel een beetje gevoelig is voor prikkels. Maar toen zei ze, ja, je mag hem morgen lekker vasthouden. En ik dacht, oh yes, ik was helemaal blij. Ik heb weet ik hoeveel van die blije poppetjes gestuurd als emotion. Dus ik was helemaal happy. Ik vind het helemaal leuk.
Maar goed, ik ben dat dus vergeten. Dus ik ga gewoon kijken of ik hier wat voor lente kan vinden. Want ja, ik heb eigenlijk alleen nog maar kleertjes gegeven. En dat is natuurlijk, dan word je op een gegeven moment ook wel een beetje zat. Maar dat vind ik ook best wel lastig. Want je weet niet zo goed wat je voor een babytje wil moet kopen. En ik wil wat voor haar geven met kerst. Ze hoort er helemaal bij. Dus nou ja, goed, daar moet ik nog eventjes over gaan nadenken. Wie weet dat ik nog wat tegenkom. Maar dat was wel weer een beetje dom. Maar ik moet ook zeggen, het was heel druk in de Action gisteren. Dus ja, ik raak een beetje gestrest, moet ik heel eerlijk zeggen. Als het heel erg druk is, omdat je toch, ja, je denkt toch met die corona. En ik ben niet bang om corona te krijgen, want ik denk ook als ik het moet krijgen, dan krijg ik het wel. Maar het is dan heel moeilijk als het heel druk is om die 1,5 meter te nemen. En dat wil je natuurlijk gewoon. Dus dat, ja, dat was allemaal een beetje lastig. Ik was gisteren ook best wel moe. Ik had ook echt bijna geen zin in eten. Ik heb wel een soepje gemaakt. Ik had een chocoladeletter meegenomen voor gisteravond. Die heb ik niet eens meer genomen. Want ik zat eigenlijk, was eigenlijk gewoon goed gevuld. Moet ik dan wel zeggen, dan kijk ik later. Zit ik Netflix te kijken, dan hebben ze het over aardappels. En ik hou helemaal niet van gekookte aardappels. Maar hun noemen dat patatten in België. Nou, dan krijg ik wel zin in patat. Dus... maar goed, verder heb ik gisteravond 100 jaar jong gekeken. Dat was zo mooi, maar ook heel erg zielig vond ik het. Gordon was bij twee mensen. Een mannetje van 103 en een vrouwtje van 103. Nou, dan gaat hij eerst daar op bezoek en hebben ze een heel mooi gesprek. Die man speelde nog klarinet. En ja, echt een heel leuk, vlot mannetje ook. En hij deed nog oefeningen met de gynaecologische opdrukken aan het aanrecht. En iets met de benen doen ze vaak. Om toch een beetje beweging te krijgen. Nou, superleuk. Dan zegt Gordon op het laatst, na het eerste bezoek, vindt hij het leuk als ik nog eens bij u terugkom? Ja, dat vond hij ook wel heel erg leuk. Ja, moet hij wel blijven leven, hè? Ja, ik ben nog niet van plan om dood te gaan. En net één dag voordat Gordon bij die man op bezoek zou gaan, is die man dus overleden. Dat vond ik heel triest. Ik vond het echt heel ontroerend. En hij heeft natuurlijk een supermooi leven gehad, die man. En dat zei hij ook gewoon. Maar ja, het deed me toch wel wat. Ik vond het toch wel heel zielig. En hij was dan bij een vrouwtje uit Amsterdam. En die had elke keer wel weer een reden om naar de winkel te gaan voor bloemen of wat dan ook. Was ook heel erg leuk. Gingen ze samen gezellig een gebakje eten. Ik had zelf het idee dat het... bij het koffiehuis was van Gordon, want ik weet dat hij een koffiehuis heeft in Amsterdam, of een koffiezaakje. Ik had het idee dat het daar was, want hij zei, ik neem je mee naar mij toe. Dus ik had het idee dat het bij zijn eigen zaak was. Was dan ook af te halen, dus gewoon koffie to go, zeg maar. Gingen ze dan daar gezellig op een bankje, zaten ze dat gezellig te eten. Dus dat was ook heel mooi. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. En dit is Meester Frank Visser rijdvisite. En dat was nu ook heel erg vernieuwd, want Meester Frank Visser heeft op SBS6 ook altijd een ander programma. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Ja, hele kleine stukjes. En dan komen mensen bij hem op een soort van spreekuur. En dan kunnen ze hun probleem voorleggen. En dat gaat Meester Frank Visser gaat er dan een oplossing voor bedenken. Of in ieder geval advies geven. En dat doet hij samen met een andere rechter. En die was nu ook bij dit programma. Dat vond ik een beetje verwarrend. Maar goed... Dus ik heb daarna gekeken naar Eigen Kweek. Dat was heel mooi. En Clem, wauw, die laatste aflevering. Het was super spannend. Het was echt helemaal geweldig. Ik vind het echt een geweldige serie. Ik vind het heel jammer dat het ook echt afgelopen is. Maar ja, het was een super mooie uitzending. Dus wat dat betreft was het allemaal heel positief. Ik ga nu eventjes mijn boodschappen naar boven brengen. En even de stofzuiger doorheen halen. Zodat het even ook netjes is als Nathalie en Frank zo meteen komen. En ik denk niet echt dat ik wat zal vloggen met hun erbij. Maar ik moet even kijken hoe het loopt. Ik kan niks beloven, maar ik kan jullie er wel even bij zetten als ik soms dan even de groenten ga afhalen. En wie weet even de was opruimen. Dus ik ga sowieso wat proberen te vloggen. Maar nu ga ik eerst eventjes wat doen, want het is dan straks sowieso tijd dat ze hier zijn. Hey.
in Frank, die zijn wat later, want die liepen allemaal een beetje uit in de supermarkt. Maar ik heb eventjes een potje om mijn kerstster gedaan. Ik heb namelijk een hele leuke kerstster. Daar heb ik dus niet dit potje omheen gedaan. Past precies. Superleuk. En ik heb net in de slaapkamer, in de douche, heb ik die schimmelruiker gespreid. Met een half uurtje inwerken. Het ruikt heel erg naar chloor, maar dat heb ik dus hier gedaan. Gewoon even een klein stukje proberen. Dan kan ik het straks even gaan schrobben. Dus ik weet niet hoe laat Nathalie en Frank nu komen. Dus ja, even kijken wat ik nu nog ga doen. Ik weet het eigenlijk eventjes niet. Inmiddels zit ik eventjes bij mijn moeder, want ze ging even de auto laten zien en ze vroeg of ik meeging. En ik pas nu even op Lente, want ze zijn aan het rijden. En Lente en ik kijken nu samen Peppa Pig, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus we gaan even Peppa Pig kijken, Lente. Ja, dat is leuk, Peppa Pig. Dus voor het eerst even oppassen op deze kleine meid en we gaan even Peppa Pig kijken. Maar dan weet je in ieder geval dat ik eventjes van huis ben. Ja, vertel het maar, liefje. Wat zegt Peppa Pig? Dus wij gaan maar even Peppa Pig kijken. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Het heeft natuurlijk even een korte uitleg nodig. Nathalie en Frank waren hier om 2:30 en ik had even koffie gemaakt. Ik heb heerlijk met Lente geknuffeld. Maar Frank heeft een andere auto. Die heeft hij gisteren geloof ik op kunnen halen. Toen vond hij het wel heel erg leuk om die auto natuurlijk te laten zien. Hij vond het ook wel heel erg leuk om die auto even aan mijn moeder te laten zien. Toen had hij in de auto bedacht van, goh, misschien is het wel leuk dat ik dan ook even mee naar mijn moeder ging. Zodat ik ook even een ritje mee kon maken in die auto. Hij zat echt heel lekker en gewoon, het was echt top en heel mooi alles van binnen. Echt een hele fijne auto ook om hier mee te rijden. Dus dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. En toen waren we dus bij mijn moeder. En toen vond Frank het ook leuk dat mijn moeder ook even een ritje mee kon rijden in zijn auto. Dus toen gingen Frank, Nathalie en mijn moeder gingen even rijden. En ik ging even op Lente passen. En in het begin was het even huilen, maar dan gingen we even lopen. En toen gingen we maar Peppa Pig kijken, want dat vindt ze heel leuk. Ik zal eventjes een fotootje laten zien die ik wel kan laten zien. Wij zaten zo in de auto. Lente hield mijn handje vast. Kijk, hoe schattig is dat? Dat was echt super lief. Maar goed. Ik ga nu eventjes zometeen lekker nog douchen. De katten zijn nu aan het eten. Ga ik straks eten maken. Vanavond kijk ik Undercover, 2 afleveringen. Wel leuk. Ik ga nog eventjes lekker mijn blogbericht schrijven. En ik moet even de video in elkaar zetten. En vanavond heb ik lekker weer eigen kweek. En dan heb ik ook weer Zonnestad. En Nathalie heeft nu ook Zonnestad meegenomen. En ik heb ook Franks telefoon gemaakt. Die had hij ook mee en die doet het ook weer. Dus nou, wat dat betreft heeft hij goed gedaan. Ik zal even de rest van de lichtjes aan. Het was nu wel fijn. Ik had de kerstboom al aangedaan. Dat Lente dat heel erg leuk vond. Die houdt van lichtjes. En kijk, ik heb wc-papier. Hoe fijn is dat? Dat is allemaal top. Ik zal hier ook even de lampjes aan doen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Want ik ga verder eigenlijk niks meer doen. Ik heb best wel veel dingen gedaan. Dus dat was op zich wel wel lekker. En ik zat nog te twijfelen. Dan zal ik alvast de Action Shop nog gaan opnemen. Maar toen kwamen ze er net aan. Dus nou, eigenlijk een hele leuke dag. En ook wel leuk dat het zo onverwachts dan een beetje anders is.
Maar goed, ik ga nu eventjes lekker eventjes douchen en wat drinken. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 5 december. Het is Sinterklaas en ik ben klaargemaakt. En ik vier natuurlijk geen Sinterklaas met de familie, maar ik heb wel hele leuke cadeautjes gekregen. Althans, dat weet ik natuurlijk nog niet wat erin zit. Die ga ik vanavond uitpakken en daar ga ik jullie dan wel eventjes bij zetten nog. En ik heb nog mijn eigen pakje, dus ik heb toch een soort van mini pakjesavond met mezelf. Super leuk. Ik heb ook mijn nieuwe jurkje aan van de Lidl. En ik moet wel even wennen. Ik heb natuurlijk geen schoenen aan, want ik ben verder gewoon thuis. Maar dit is hem. Het is een S'je dus. Ik vind hem wel super leuk. Vooral alleen ik moet even wennen aan het kraagje, omdat hij wat hoger is. Maar ik vind hem verder wel heel erg leuk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Gisteravond heb ik aan de cover gekeken. 2 afleveringen. En normaal kijkt mijn moeder dat ook mee, maar die was op visite gisteravond. Dus ik heb het zelf gewoon nog wel gekeken, omdat ik het toch nog wel leuk vond. Alleen de video, dat vlotte allemaal niet zo lekker, omdat ik nu even iMovie heb gebruikt. Ik ben wel weer bezig om Final Cut Pro te krijgen en ook eventjes een andere editor. En ik zat ineens te bedenken, straks school had ik gisteren die van mijn zusje maar eventjes van haar harde schijf eventjes weer ook naar die van mij geschoven. Want die heb ik toen aan haar gegeven en die kan die bij mij niet meer vinden. Dus dat was niet zo heel slim. Maar goed, dat zijn altijd dingen die je later bedenkt. Want Nathalie had haar harde schijf meegenomen. Want ik heb gisteren Zonnestad ook even bij haar erop gezet. Want hun wilde dat ook heel graag kijken. Dus dat vlotte allemaal niet zo erg. Ik heb nog wel lekker naar Eigen Kweek gekeken en Zonnestad. Ik vind het echt allebei 2 hele leuke series. Eigen Kweek is ook wel een beetje humor. Dus dat kan ik je ook wel aanraden. Als je ook een beetje van Vlaamse series houdt, is het zeker een aanrader. Dus dat was verder mijn avond. Ik was ook echt best wel moe. Ik zat met lezen, viel ik bijna in slaap gisteren. Ik dacht, oké, nu moet ik maar gaan stoppen en lekker gaan slapen. Want ja, het was natuurlijk een superleuke dag. En ja, dan merk je toch altijd dat ik wel wat vermoeider ben. Maar dat geeft helemaal niks. Ik ga zometeen even de kwasten wassen. Daar ga ik jullie dan vandaag even als enige bij zetten. Omdat ik dan vanavond nog even het openmaken van de bakjes ga filmen. En ik ga ja, eventjes wat opruimen hier en daar. Gewoon even van die standaard dingetjes. Ik ga in ieder geval even de was verzamelen. Ik denk dat ik morgen ga wassen. Maar dan zit er in ieder geval alvast wat in de machine. Want het is echt belachelijk. Ik ga het jullie laten zien. Maar schrik niet. Want dit is momenteel de situatie van mijn wasmand. Nou, het is heel beschamend. Hij zit tot de nok toe vol. Er past ook echt niks meer bij. Dus het moet in ieder geval alvast in de machine. Dan kan ik hem morgen wel even wassen. Dus dat. En ja, verder ook eigenlijk niet veel meer gebeurd. Ik heb dan lekker gedoucht gisteren, lekker gegeten. En ja, nu gewoon lekker op de bank. Ik heb het een beetje koud, maar dat geeft niet. Ik ga zo even lekker stofzuigen en de kattenbakken eventjes uitscheppen. En ik merk wel echt dat dat heel goed werkt. Kijk, het zaagertje gaat aan de krap. Kijk hoe goed dat gaat. Het is echt fantastisch hoor, dat nieuwe touw. Ik heb daar echt nog geen moment spijt van. Ik heb ook echt zin om die andere 2 dingetjes te gaan doen. Want ze hebben er echt zoveel plezier aan. Het gaat echt al super goed. Dus ja, super tof. En ik ben heel blij met mijn piek. Want Nathalie heeft de piek recht gezet. Kijk. Nathalie heeft het bovenste dingetje dubbel gedaan. Er is alleen een takje afgebroken van mijn kerstboom. Dus wie weet dat ik volgend jaar een keer een andere moet kopen. Want ik heb ook het idee dat die niet helemaal compleet meer is. Maar Nathalie heeft hem zo dubbel gedaan. Dus nu staat de piek recht. En daar ben ik heel blij. Want het was een doorn in mijn ogen. Dus ik vroeg aan Nathalie, zo, wil jij met pieken kijken of je die recht krijgt? Die heeft daar soms net weer wat meer aanleg voor dan ik zelf. Omdat ik dan denk van, oh ja, of ik moet het met een ijzerdraadje gaan doen. Ik kreeg het niet helemaal voor elkaar. Maar zo ging hij dus. Alleen de ster, daar ben ik nog niet. Kijk, hij hangt nu zo. Filmt hier ook niet echt lekker, maar ik ben er niet helemaal tevreden over. Misschien dat er nog een extra snoer tussen moet. Maar ik moet even kijken of ik dan nog wel genoeg stekkerdozen over heb voor het foto's maken. Dus dat is nog even een dingetje waar ik naar ga kijken. Ik ga nu even was verzamelen en hier even lekker stofzuigen. Dan ga ik de kwasten wassen en dan zal ik jullie dan dus bijzetten. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Thank you.
Zo, inmiddels weer een paar uurtjes verder. Ik zit lekker op de bank. Ik heb gedoucht, ik heb gegeten, ik heb de alles gedaan. En nu is het 7:15. Zoals ik al vanmiddag zei, nadat ik de kwast heb gewassen, heb ik verder niet meer gefilmd. Maar ik ga dus straks nog even filmen als ik mijn cadeautjes ga uitpakken. Die staan nog op de slaapkamer, die ga ik straks pakken. En ik heb nu gewoon lekker alles klaar. Zo meteen even mijn haren vlechten. En dan zet ik Ajax zo meteen aan. En ondertussen ook Oh Wat een Jaar. Verder ga ik ook nog even naar de show van Paul de Leeuw kijken. En straks lekker koffie maken. Ik heb een chocoladelettertje liggen. Dus ik hoop dat ik daar nog zin aan heb vanavond. Ik zit best wel vol van het eten. Meestal ben ik na het eten iemand die niks meer eet. Dus wie weet dat die er nog in gaat. En dan heb ik een soort van mijn eigen Sinterklaasavond. Ik ben benieuwd of hier Sinterklaas nog in de straat verschijnt. Dat is nu 2 jaar op rij wel gebeurd. Dus ik ben heel benieuwd of het hier ook gebeurt. Of dat het nu gewoon niet is in verband met de corona. Dus ik zet jullie er straks dan nog eventjes bij als ik die cadeautjes ga uitpakken.
heb ik alle cadeautjes uitgepakt en ik kan alles laten zien op één dingetje na. Dat is een superleuke kerstbal, maar daar zitten twee fotootjes in van Lente. En jullie weten dat Lente niet in beeld mag, dus ik zal ook deze kerstbal dan niet in beeld brengen, omdat ik dat toch een beetje privacy vind. Maar hij is echt superleuk, dus die zal ik even weghalen. Dan zal ik jullie nog even goed laten zien wat ik heb gekregen. En het cadeautje van de Boozy Shop die ik voor mezelf heb gekocht, laat ik dan morgen nog wel even zien. Van mijn moeder heb ik deze hele grote munt gekregen van chocolade. Ik heb twee chocoladeletters. Een melkchocoladeletter van mijn moeder en een pure chocoladeletter van Nathalie en Frank. Voordat alles gaat wandelen. Dan heb ik dit hele leuke Efteling huisje gekregen van Hans en Grietje. Hier zit licht in. Dat ga ik morgen ook even neerzetten. Dus dan zul je hem ook eventjes zien. En dit hele leuke winterfiguurtje. Het is een meisje met een sneeuwbal. Daar zitten al batterijen in. Die gaat morgen ook een heel leuk plekje krijgen. Dan heb ik van Nathalie dit hele leuke tasje gekregen. En hier zit een, een riempje in. En die kun je dus aan de achterkant hier doorheen doen. En dan kun je hem dus om je heup dragen. Super schattig, super leuk. En dit hele lekkere voetcrempje. Het is een ontspannende voetcrème. Nou, dat kan ik altijd wel gebruiken. En daar zit dan mijn Boozy Shop cadeautje in. Dat zal ik je morgen even laten zien. Ik ga nu eventjes de show van Paul de Leeuw kijken. Ik ga straks nog even wat doen aan de vlog, want mijn editprogramma is ook binnen. Ik heb Ajax ook aanstaan. Nou, dat is echt drama, want we staan 1-1. Dan ga ik straks weer lekker eigen kweek kijken en Zonnestad. Dus ja, gewoon een lekker avondje. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 6 december en ik word gewassen door muis. Altijd als ik mijn dagcreme op heb, dan moet muis mijn gezicht likken. Ik weet niet wat dat is, maar dat heeft ze ook als ik bijvoorbeeld mijn handen heb gedaan met handcreme. Dan gaat ze likken. Ik weet niet, ik denk dat het lekker smaakt of zo, maar daar heeft muis echt een handje van. We zitten lekker op de bank. Ik ben een beetje brak. Ik denk gewoon van de afgelopen donderdag en vrijdag dat ik gewoon hele gezellige dagen had, maar iets drukker. En dan ben ik een beetje brak. Dus muis gaat intussen verder hier met Mickey wassen. Dus nou, het is helemaal gezellig. Vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik wil even wel dingen doen. Ik moet even een was draaien. Gewoon even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Ik ga de groentes even afhalen en foto's maken. En dat is het ook wel. Maak er niet een heel druk dagje van. Ik heb gisteravond dan de Sint en Paul show gekeken. En wat een jaar. Die Sint en Paul show die viel een beetje tegen. Want ik vind die Sinterklaas niet zo leuk. Die is gewoon best wel grof. En als ik het had geweten, had ik op Nederland 1 gekeken. Want ik wist dus niet dat daar ook een Sinterklaas show was. Maar dat had me leuker geleken. Want dat was wel de televisie Sinterklaas, zeg maar. Dat had ik net wat leuker gevonden, want dat van Paul en Sint, ja, het is gewoon best wel grof en ik vind die Sinterklaas gewoon niet zo, maar goed. Kan gebeuren, dat is een leer voor eventueel volgend jaar bij gezondheid en welzijn. Kijk ik gewoon op Nederland 1 als het dan ook is. Verder heb ik lekker eigen kweek gekeken, is echt een leuke serie en Zonnestad weer, dus ja, op zich allemaal wel positief. Natuurlijk heel leuk om toch een beetje Sinterklaas te vieren. En ja, ik had toch wel het gevoel dat het ook een beetje samen was. Doordat ik met Nathalie en mijn moeder op de app gewoon aan het praten was. Dus ik doe het toch een soort van een beetje samen en dan toch op afstand. Dus dat was wel heel leuk. Ik zal jullie zo nog even dat cadeautje laten zien wat ik zelf had gekocht. Die kwastenbelt, zodat je een beetje een idee hebt. Dus die kan ik wel eventjes pakken. Ik ben alleen vergeten om mijn teennagels te lakken gisteravond. Dus dat doe ik vanavond maar. Ja, ik ga mee pakken. Ik heb een piep in mijn oor. Mijn linkeroor piept. Heel lastig. Nou ja, ik had hem dus besteld bij de Boozy Shop.
denk dat ik eventjes mijn camera om ga draaien. Ik denk dat het even makkelijker is. Dit is het dan. Er staat ook echt een heel groot boezeshop op. Dus dat moet je wel leuk vinden. Maar je had twee verschillende. Je had een wat kleinere en een iets grotere versie. Deze kost normaal €14,95. En ik heb hem met Black Friday gekocht. Toen was hij 11 nog iets. Ik ga hem even openritsen. Zo ziet hij er dan uit als hij open is. En dan kun je hier gewoon kwasten in stoppen. En hier zat dan ook weer het logo van Boezeshop op. Dit is gewoon, dit is wel een vakje trouwens. Maar je kunt er best wel veel in kwijt. En dan kun je hem, dat zal ik er even in de spiegel laten zien. Even naar de spiegel lopen. Ik hou hem op dit moment wel vast, want hij zit nog te groot. Ik heb hem nog niet op maat gemaakt natuurlijk verder. Maar zo ziet het er dan uit. En als je dan bijvoorbeeld staand je make-up wil doen, dan kun je gewoon zo je kwasten erin steken en eruit halen. Dus ik vind het dus zelf wel heel erg leuk. Ik zal hem gelijk weer even afdoen, als het lukt. En je maakt hem gewoon vast met een... Met een clip, zeg maar. Met een, zo'n ding. Het heeft een speciale naam, maar ik kom er even niet op. Dus ik ben er zelf wel heel blij mee, omdat ik hem al best wel lang wilde hebben. En toen dacht ik met Black Friday, nou nu is die eigenlijk best wel wat goedkoper. Dus kan ik hem wel gaan bestellen. Dan heb ik gelijk iets leuks voor Sinterklaas. Dus ik ga even stofzuigen en... de bak scheppen, ga ik even de groentes doen en zo. Ik zal jullie vandaag nergens bij zetten, maar ik laat je uiteraard nog wel even zien wat ik ga fotograferen. Dus tijd om maar even iets te doen, want ik ben niet echt vooruit te branden, dat merk ik nu al. En ik ga straks eventjes leuke plekjes verzinnen voor de leuke dingetjes die ik heb gekregen voor Sinterklaas. Dus dat laat ik ook nog even zien. Inmiddels even Sinterklaas cadeautjes neergezet. Ik heb dit poppetje eens neergezet en die heeft dus een heel leuk lichtbolletje vast. Dus die heb ik alvast aangedaan. En ik heb ook het huisje van Hans en Grietje neergezet. Kijk, en die staat nu hier. Die heeft dus ook licht. En dat is dan, dus van Hans en Grietje. Dat was dus van de Efteling. Dus dat staat wel heel gezellig. Ik kan gewoon al lampjes aan doen. Het is echt donker in huis vandaag. Maar dat geeft op zich niet. Ik vind het wel gezellig. Maar dat staat in ieder geval. De groente is afgehaald. Dus kan ik nu zo even wat drinken en dan kan ik even wat andere dingen doen en dan ga ik foto's maken. Dus nou, op zich wel even goed bezig geweest. Nou, de fotospullen. Ik ga even de foto's afmaken van deze nagellakjes. Ik ga nu vanavond de laatste kleur testen, dus ik kan die review volgende week online. Daar heb ik 3 setjes van. Deze 2 Labello scrubs, die wil ik heel graag gaan fotograferen en testen. En dan heb ik nog 2 van... deze producten van Get It Girl. En dit zijn volgens mij, dit zijn multi-sticks. Dus die kun je voor meerdere doeleinden gebruiken. Dus die ga ik even fotograferen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo, ik ben klaar. Ik heb de foto's gemaakt. Ik heb alles alweer netjes opgeruimd. En de katten net eten gegeven. En nu ga ik nog even heerlijk relaxen. Want ik ben best wel moe. Het is frisjes. Ik heb gezellig de lampjes al aan. Dat vind ik wel heel gezellig. Ik ga morgen even het wasrek omhoog. Naar boven brengen. Want dan komt de kerstboom net weer iets mooier uit. Mijn was die draait nog. Dus die zal straks wel klaar zijn. Ik kan die vanavond nog even ophangen. En dan ga ik mijn nagels lakken vanavond. Verder eventjes. Ik denk even van God loskijken. Ik heb daar nog een aantal van opgenomen die ik even wil kijken. Ik ga sowieso een aflevering van Witse kijken. En daarvoor zie ik het wel even. Je hebt verder nu niet zo heel veel televisie wat ik heel interessant vind. Ik kijk sowieso weer naar Eigen Kweek en naar Rex. En ik moet vanavond de foto's bewerken voor het artikel van morgen. Dus op zich niet een hele bijzondere planning, maar... gewoon lekker avondje. Ik ga zo even alvast de schnitzel uit de vriezer halen en de patat. Dan kan ik dat straks eten. En dan straks lekker douchen en dan ga ik gewoon lekker de bank op. Dus verder niet heel bijzonder, maar het was op zich wel een lekker dagje. Dus op zich eigenlijk wel prima.
Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer ondernemen. Want ik ben er wel eventjes klaar mee. Dus nou ja, ik zou bij deze gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 7 december. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zometeen even mijn waszak naar boven brengen. Die hier staat. Dan komt de kerstboom iets mooier uit. Hij moet gewoon nu de kamer uit rond de kersttijd. En ja, dan moet ik desnoods de was maar boven ophangen. Als ik echt geen plek meer heb. Want ik zie het anders niet gebeuren. Ik ga een video opnemen. En daarna ga ik even lekker bullet journalen. Want dat heb ik de afgelopen dagen niet echt gedaan. Dus ik heb echt zin om dat weer te gaan doen. Ik heb gisteravond mijn nagels gelakt. Ik heb dit kleurtje opgedaan. Dit is het laatste kleurtje uit de Catch and Shine lijn. Dat is deze. Het is een beetje ja, mint kleurtje. Maar ik vond hem heel moeilijk aan te brengen. Want de kleur kwam heel slecht over. En had heel veel witte plekken. Dus eigenlijk met een wat dikkere laag komt hij er wel op. Maar ik had er moeite mee. Ik heb gisteravond nog een aflevering van Lieve Vrokers gekeken. Want ik had het allemaal nog opgenomen. Dat had ik allemaal nog staan. Ik denk, nou, dan ga ik maar even wat dingen terugkijken. Ik heb even Godlos teruggekeken. Ja, ik heb hem ooit al wel eens gezien, maar hij blijft heel vaag. Ik heb nog steeds niet helemaal het begrip ervoor wat er nou precies aan de hand is, omdat het me allemaal niet echt duidelijk werd. Dus hij blijft een beetje gekkig en daarna heb ik Witse gekeken. Maar ja, dat vind ik ook een beetje jammer, want dat volgt ook niet echt op elkaar. Dat wordt heel erg van de hak op de tak uitgezonden. Maar goed, zo vul je wel je avond met televisie kijken, dus op zich was het prima. Ik heb mijn foto's bewerkt en ik heb weer eigen kweek gekeken en Rex. Het was op zich een prima avond, alleen mijn schnitzel viel heel erg tegen. Ik had een paar weken terug had ik van die grote schnitzels gekocht bij de Lidl. Die koop ik normaal eigenlijk altijd bij de Aldi en heel af en toe heeft Lidl ze ook. Dan zijn ze in de aanbieding, dan kosten ze geloof ik 3 euro voor 2 schnitzels. Nou, dat is echt super goedkoop. Alleen, je hebt er nu natuurlijk gelijk 2 en ik eet er maar eentje per keer op. Dus dan doe ik er eentje in de vriezer, maar ik vond hem zompig. Met bakken, hij werd niet lekker bruin. Of jawel, hij werd wel bruin, maar hij werd niet lekker krokant. Ik vond het niet lekker. Ik weet niet of ik het snel weer zou doen, want het viel toch een beetje tegen. Dus dat was wel jammer. Er zit ook heel veel zout in, dus ik heb daarna een flesje met bubbeltjes water weggedronken. Ik noem het altijd Spa Rood, maar het is gewoon van het huismerk van de Lidl, dus... Het is eigenlijk geen officiële Spa Rood, maar meestal als ik Spa Rood zeg, weten mensen wat je bedoelt. Dus was op zich prima, maar ja, nee, dan heb ik toch wel zoiets en hoop ik dat vanavond mijn eten wel weer beter smaakt. Dus wat dat betreft, ik ga natuurlijk eventjes stofzuigen en ook de kattenbakken scheppen. En dan ga ik straks even lekker video opnemen. Ik ben echt een beetje zoekende, want ik moet nog best wel veel video's opnemen voor december. En ik wil ook de Action Shop nog alvast opnemen. Die komt dan wel pas in januari online. Alleen, ik heb nu al die spullen op de slaapkamer staan. En ik wil ze ook gewoon gaan opruimen en gaan gebruiken. Dus dan heb ik zoiets, dan kan ik beter alvast die video ook gaan opnemen. Dus ik probeer dat volgende week al even te doen. Wie weet zaterdag, maar ik moet even kijken wat er verder nog allemaal op de planning staat. Dus ik moet even mijn planning doorgaan met de video's van wanneer kan ik wat gaan opnemen, omdat ik ook een extra video deze maand op de planning heb staan. Dus ja, het is allemaal druk, maar ik ga het wel redden. Ik moet het alleen even goed inplannen. Dus ja, verder eigenlijk ook weinig gebeurd, dus niet heel veel nieuws. Alleen Tijgertje zit nu aan het meisje met de bal te snuffelen en daar ben ik niet zo blij mee. Ik moet ook zeggen, ik zet de beeldjes, die zet ik, 's nachts zet ik ze wel eventjes in de keuken. Het huisje van de Efteling en ook het sneeuwmeisje. Want ik ben toch wel bang dat de katten er, dat ze zouden omgooien. En aan het huisje van de Efteling zit een snoertje. Ik ben toch bang dat ze eraan gaan knagen en dan doet het niet meer. Dat zou ik super jammer vinden. Dus dat zet ik dan wel eventjes weg. Zijn er allemaal geluiden buiten. Ik weet niet wat ze allemaal weer aan het doen zijn. Het is al een paar weken het geval. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Maar goed, ik ga nu eerst even wat doen en dan ga ik de video opnemen. Dan zet ik jullie bij het bullet journal er eventjes bij. Maar dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Ik heb ook al zin om video op te nemen. Ik weet niet, ik word er toch altijd wel weer blij van om dat te gaan doen. Dus ik ga eventjes wat doen en dan zie ik jullie bij het bullet journal. Zal ik jullie er dus bij zetten. Maar eerst eventjes mijn andere dingetjes gaan doen.
het wasrek is inmiddels weg. Best wel een verbetering zoals je kan zien. Want nu staat de tafel iets meer hierin. Dan heb ik iets meer ruimte bij de kerstboom. Dus ik vind het net iets mooier. Alleen nu staat de lamp natuurlijk niet zo mooi meer boven. Omdat het gewoon eigenlijk net niet helemaal ja, lekker past. Maar ik vind het voor nu prima. Katjes hebben net lekker gegeten. En ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik heb al even lekker gebullet journal. Dat was alweer eventjes leuk. Om even bezig te zijn. Ja, normaal doe ik het natuurlijk best wel vaak in een week. En afgelopen week was het er iets minder van gekomen. Iets meer druk geweest. Dus nou ja, geeft ook niet. Het was wel echt ja, wel even lekker om te doen. Ik ga vanavond kopen zonder kijken. Kijken, dat komt gelukkig weer. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, misschien nog iets terugkijken. Misschien nog een deeltje commando's of zo. Dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken. Want je hebt, ik neem 100 jaar jong eventjes op met Gordon. Dat kijk ik van de week even terug. En je hebt ook eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Sowieso wel weer lekker goede tijden. Ik ga straks lekker warm douchen, want ik heb het onwijs koud. En dan ga ik mijn eten maken. Ik heb dan natuurlijk de harika versus, daar heb ik wel zin in. Dus ja, ik ga vanavond verder gewoon een artikeltje schrijven. Misschien nog even wat doen aan een persbericht. Volgens mij heb ik nog een nieuw persbericht binnengekregen die eigenlijk ook nog online moet. Dus ik ga even kijken hoe ver ik ga komen. En ja, gewoon ja, lekker weer eigen kweek kijken en Rex. Dus verder niet een hele bijzondere avond. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Maar in ieder geval op zich wel een productieve dag. Het filmen ging op zich ook wel goed. Alleen, ja, ik ben dan toch weer niet helemaal tevreden. Maar misschien als ik de eindbeelden zie, dat ik denk, ja, dit ging wel gewoon lekker. Maar ik moet het gewoon eventjes gaan bekijken. Dus we gaan het zien. Ik zou in ieder geval bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 8 december. Ik ben klaargemaakt. En ik had net een spin in de slaapkamer, dus die heb ik eventjes weggehaald. Ik heb een beetje koude rillingen, maar ik krijg het straks wel warm met het schoonmaken. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Het begon natuurlijk gewoon met GTST. Ik moet wel zeggen, ik ben heel erg bang dat de verhaallijn met Ludo ook weer heel erg langdradig gaat zijn en lang gaat duren. Want daar heeft GTST altijd wel een handje van. We weten nu eigenlijk sinds een week dat hij op een boot zit. Maar je weet verder niet hoe hij daar is gekomen of wat dan ook. Je ziet hem zoeken naar eten, naar drinken en ja, weet je, ik denk dat dit weer maanden gaat duren voordat hij überhaupt van die boot afkomt. Ik merk het ook al met de verhaallijn van de Judith, die ben ik ook zo zat, die vrouw. En ik heb nu dan gelezen dat het einde van het jaar dat ze als goed is eruit gaat, dus dan ben ik er ook wel blij om, want ik denk, ja, het duurt al zo lang. Ja, en ik heb ook met die Billy de Palma, daar heb ik ook helemaal niks mee en dan... Ze was er een tijdje uit. Nou, toen kwam ze terug voor de bruiloft van de dochter. Maar nu blijft ze daar weer. En dan denk ik van, ja, moet dat? Weet je, ja. Het zal voor de serie zal het moeten. Maar soms heb je gewoon personages waar je niks mee hebt. Maar stop daar even mee. Niet doen. Dus ja, dat vind ik altijd een beetje de frustratie bij GTST. Ondanks dat ik het echt heel erg leuk vind om na te kijken. Maar sommige dingen duren gewoon ellendig lang. Ik heb daarna naar Kopen zonder kijken gekeken en ik moet zeggen dat ik me een beetje irriteerde aan de man van dit koppel. Het was een koppel met een zoontje en nou, ze hadden zelf eigenlijk al een hartstikke mooi huis, maar ze wilden dus wat groter gaan wonen. Ze wilden een huis voor de toekomst, voor als er eventueel nog meerdere kindjes zouden komen. Toen zei hij wel gelijk van nee, niet in deze uitzending, omdat er dit seizoen best wel veel mensen in verwachting zijn. Nou ja, goed. Maar ze hadden dus, op een gegeven moment hebben ze zelf, voordat ze überhaupt meededen aan dit programma, hebben ze een huis gekocht. En toen zijn ze er toch over gaan nadenken. En toen dachten ze, er moet veel te veel aan gebeuren. Toen hebben ze het eigenlijk weer afgezegd. Ja, en eigenlijk hadden ze nu dit keer ook gewoon echt een vervallen klushuis gekocht. Het was echt een klushuis. Het eindresultaat was super mooi, maar deze man die was gewoon heel erg druk in zijn doen en laten. En daar kan hij misschien helemaal niks aan doen, maar ik vond het een beetje irritant. Gewoon ook met, dan gaan ze op een gegeven moment een speurtocht doen dan. Dan komen ze langs huizen die eventueel te koop staan. En dan eigenlijk, hun huis zit er ook tussen. Dus het is aan hun een beetje raden van, nou, misschien heb je je huis al wel gezien. En ze hebben natuurlijk altijd wel een voorkeur van, hier zou ik wel willen wonen en hier niet.
Ja, die vrouw, dat ging niet helemaal lekker met die opdrachten lezen. En daar ging hij zich aan ergeren. Toen zei zij op een gegeven moment al van, nou ja, de volgende keer dan mag jij het doen. Nee, nee, want ik kan dat helemaal niet. Dan denk ik van, ja, dan moet je ook niet lopen zeuren als iemand anders het ook een keer fout doet, weet je. Dat soort dingen, ja. Ik weet niet of dat echt alleen bij mij zo is dat ik me daaraan erger. Of dat er meer mensen zijn die zich daaraan ergeren. Ik weet het niet. Ik heb mijn blogartikel geschreven en ik ben ook begonnen met het opruimen van mijn blogartikelen. Ik had best wel veel blogartikelen waar zeg maar de foto's van weg zijn. Dus die ga ik dan ook verwijderen en het gewoon allemaal eventjes wat ordenen, zodat het even weer wat netter staat. En ik heb weer naar eigen kweek gekeken. Ik ben nu door seizoen 1 heen. Er zit nu een kerstspecial komt eraan. Nu vind ik het niet zo erg om die te kijken, omdat we nu zelf ook wel een beetje in de kersttijd gaan komen. Maar die zit wel tussen seizoen 1 en 2. En volgens mij zijn er 2 seizoenen, dacht ik. Ja, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, die ga ik dan denk ik vanavond kijken. En ik heb Rex gekeken. Dus op zich was het een prima avond. Maar ja, dat eigenlijk. Ik heb hier een sluipende poes. Je sliep bijna, hè? Je krijgt zo'n schone bak. Ja, je krijgt zo'n schone bak. Die gisteravond heel dichtbij me zat. Maar dan hebben ze van die scherpe nageltjes. Een tuigertje die bijt nageltjes. Dat is ook zoiets. Zit ze naast je op de bank. En zit ze gewoon dat pootje. Dat gaat helemaal omhoog. Dan zit die nagels af te knagen. Oh, dan krijg ik ook de rillingen van dat geluid. Ja, daar krijg ik rillingen van. Hè, als je nagels knaagt. Ja, je bent moe, hè? Ik slapen. Dus, maar goed. Ik ga nu eventjes lekker de gang doen en de douche. En dus de week van de grote schoonmaak. Dus ik ga alles even grondig doen. Ik ga jullie dan bij de douche gewoon weer eventjes bijzetten. En ik wil van het weekend proberen om die muur te gaan schilderen in de gang. Want dan is het oude papier is, ga ik wegbrengen donderdag. Dus dan is dat allemaal weg. Dan hoeft er eigenlijk niet echt meer dingen naar beneden gesjouwd te worden. Die langs de muur kunnen komen. Dan kan ik dat mooi eventjes gaan doen. Dus... nou ja, ik ga even water maken en dan even muziekje aanzetten en dan gaan we eerst maar eens eventjes wat doen. Klaar. En kijk, ik heb een kersthanger gemaakt. Ik had een eerste kerstkaart binnen en ik had hier nog punaises hangen. En toen dacht ik, nou, als ik hier nou een touwtje aan maak, ik had alleen leukere knijpertjes willen hebben. Want ik had heel graag knijpertjes willen hebben in rood-groen. Maar goed, want op de deur werkte het niet, dus daar ben ik wel heel blij om. Ik film even verder met mijn telefoon, want mijn camera is leeg. Dus ja, eigenlijk gewoon een hele voldane dag. Alles is lekker gebeurd. Ik heb intussen mijn Senseo even ontkalkt. Want die gaf gisteravond aan dat die ontkalkt moest worden. Dus ik denk, nou, dan doe ik dat ook gelijk eventjes. Ja, dat kan gewoon tussen de bedrijven door. Dus ja, eigenlijk wel heel tevreden. Gewoon ook een lekker gevoel dat alles weer klaar is. Ik heb alleen eventjes mijn plantje een ander plekje gegeven. Die heb ik nu op de vensterbank gezet. Want ik denk dat dat iets beter werkt dan op dat tafeltje. Die kerstster was dat. Maar dat laat ik van de week nog wel even zien. Dat zie je wel met de slaapkamer schoonmaken. Want het is nu een beetje lastig filmen met de telefoon. Ik heb een wasje erin zitten. Die is nog aan het draaien. Dus ja, eigenlijk ben ik wel heel tevreden. Dus het is wel heel fijn allemaal. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond natuurlijk de persconferentie. Die ga ik kijken.
Je hebt vanavond het perfecte plaatje. Dat ga ik kijken. Daarna even vier handen op één buik. Want je hebt voetbal vanavond, dus Hart van Nederland en alles is laat. Ga ik de foto's bewerken en de vlog verder afmaken, zodat die klaar staat voor zover het lukt. En dan ga ik weer eigen kweek kijken en daarna Rex. Dus verder eigenlijk niet een hele bijzondere avond. Maar voor mij is het gewoon lekker. Ik word er altijd wel blij van. Dus dat is heerlijk. Deze doekjes trouwens, die had ik een tijdje geleden bij de Lidl meegenomen. Dat setje. Doe ik nu dus mijn glas mee. En dat werkt echt fantastisch. Echt ook een hele fijne doek. Die moet ik alleen even hier ophangen, want ik kan die even drogen. Want ja, nu is die een beetje nat geworden, omdat ik best wel veel spiegels had om schoon te maken. En ook even de glazen plaatjes in de douche. Maar heerlijk schoon, alleen ik kon mijn nieuwe chloor niet vinden. Dus moet ik even gaan zoeken en anders neem ik wel weer een nieuwe fles mee. Maar ik werk natuurlijk heel veel met chloor, vooral op de kattenbakken en zo. Dus nou, dat was gewoon even minder, maar dat geeft niet. Die komen we wel weer tegen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het in ieder geval heel erg leuk vond om te zien. Ik denk dat ik wel wat andere beelden heb gemaakt met het uitpakken van de Sinterklaas cadeautjes, het opbouwen van de kerstboom. Dus ik denk dat het wel een keer wat anders was dan de standaard dingen die ik doe. Maar ik vond allemaal wel weer een hele leuke week. Dus ik wil je bij deze ook bedanken voor het kijken. Ben je nou nieuw op mijn kanaal? En mocht je het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn video's, kun je je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en als je die aanklikt, ben je geabonneerd. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, dan krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. Hoef je ook helemaal niks meer te missen, mocht je dat leuk vinden. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!